super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik was vandaag lekker vrij, dus ik had een super comfortabele oversized sweater aangetrokken. Geen make-up opgedaan, make-up kast peilde uit, dus ik heb hem opgeruimd. Heel veel geswatcht, heel veel weggedaan ook deze keer. Er werd ook weer heel vaak aangevraagd. En omdat het gewoon nodig was, heb ik dat dus vandaag gedaan. Het resultaat is ook echt fantastisch. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik allemaal weg heb gedaan, wat ik nog in mijn stash heb gehouden, hoe of wat, steek dan zeker je duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, zou je daar heel erg blij mee maken. En laten we snel beginnen met de video. Daar is mijn kast dan weer voor de mensen die vaker zo'n opruimvideo van mij hebben gekeken. Ik zal straks even kort bespreken wat er allemaal bovenop staat. En dan ga ik stuk voor stuk alle lades doornemen en ook vertellen wat ik daar voor organizers allemaal in heb. Oké, bovenop heb ik een beetje verzorging. Dus rooswater van de kruid, wat een micellair water van het topstuk is. Dan heb ik hier druppels van de Primark. Daar heb ik een hebben of haten over. Deze lipstick organizer heb ik van de Big Bazaar. Deze acryl organizer heb ik van de Action. Notitieboekjes van de HEMA. Kaarsenhouders van de H&M Home. En dan hierachter een Lush catalogus. Een boek van Lauren Conrad. En een roze Cosmopolitan, zodat alles een beetje pink is. Hier zie je mijn 9 MAC lipsticks. En in deze la nog andere nude kleurtjes. Dus nude vind ik altijd prima. Dus die laat ik hier lekker in zitten. Laten we beginnen met de bovenste la. Namelijk mijn lipstick la. En hier zie je weer 3 organizers van de Big Bazaar. En dit is een bestekbak van de IKEA. De lipsticks heb ik op kleur georganiseerd. Niet per merk zoals je kan zien. En inmiddels is mijn collectie een beetje groot geworden. Dus het moet gewoon echt nodig uitgezocht worden. Want dit kan ik nooit allemaal gebruiken natuurlijk. Ook al haal ik heel veel van lipstick. En hierachter liggen ook nog lippenbalsems. Tijd om dit eens even goed onder handen te nemen. Producten die ik weg doe, doe ik in deze zwarte doos. En producten waar ik over twijfel in het doosje van de Ethos. Allereerst ga ik gewoon mijn favorieten eruit pakken. Zoals lipscrub, dat gebruik ik altijd. En eigenlijk doe ik ook nooit lippenbalsems weg. Al denk ik dat ik toch deze van Essence wel weg ga doen. Deze heb ik volgens mij een keer in de goodie bag bij de Beauty Gloss Party ontvangen. Maar ik ben niet zo van de zoete dingen, dus deze gaat weg. En hij is ook een beetje plakkerig. Deze lippenbalsems van de Body Shop zijn ook heel erg zoet, maar die vind ik dan wel weer lekker. En ik heb ze allebei opengemaakt, heel stom. Dus ja, het is niet zo hygiënisch om het weg te geven. Deze roze babylips gebruik ik eigenlijk nooit. En ik had ze eerst allemaal verzameld. En ik vond de roze natuurlijk heel erg leuk. Maar ja, gebruik ik hem toch niet, dus wat heb ik er dan aan? Die is wel fijn, die ook. Deze gebruik ik eigenlijk ook nooit. Ik ga hem wel eventjes testen. Oeh, wow. Daar heb ik echt bijna nog niks uitgehaald. Ik vind de geur niet zo. Die doe ik even in het twijfelbakje, zodat ik hem nog eventjes uit kan testen. En deze mint babylips gebruik ik eigenlijk ook nooit. Dus deze gaat ook in het wegdoenbakje. Toch wel lipverzorging weg deze keer. Het is echt een wonder. Door naar de andere lipproducten. En ik heb hier een kleur die ik nog nooit heb geprobeerd van Maybelline. Maar ik zag het in een video of een review van Vera Camilla. En toen vond ik hem heel erg mooi. Kijk nou, deze ga ik echt wel dragen. En dit is een metallic lipstick in de kleur Hot Lava. Heel moeilijk met scherpstellen in deze setting. Maar deze dus. Die hou ik. Dat ga ik even hier neerzetten. Die wil ik ook nog uitproberen. Deze ga ik toch nooit gebruiken. Zo'n felroze is van Maybelline. Is potlood heel erg grappig. Ik denk dat ik jullie trouwens eventjes in ga zoomen. Dan kunnen jullie het wat beter zien. NYX Stockholm hou ik natuurlijk. Donkerrood hou ik ook heel erg van. Dit is een knalrode, echt budget aanrader van de HEMA. Hij lijkt heel erg op MAC Ruby Woo. Ik zal hem eventjes aan jullie laten zien. Volgens mij in elke make-up stash opruimen laat ik deze zien. Maar hij blijft super lang zitten. Hij is heel mat, heel gepigmenteerd. Echt top. Hij kan alleen niet rechtop staan, daarom staat hij niet in een lipstickhouder. Dit is een product van de Body Shop wat lipproducten mat moet maken. Ik heb het nog nooit getest, maar klinkt heel interessant. Nou, nude kleuren doen het altijd goed. Hou er zo erg van nude. Zoals je kunt zien, ik hou er echt van. Deze roze Revlon lipgloss doe ik weg. Hij is wel heel erg fijn en heel erg mooi. Maar dit soort kleuren draag ik gewoon niet heel erg vaak. Hoe heet dit ook weer?
Sculptra HD Lip Lacquer in de kleur 540. En ik heb hem ook in een donkere kleur, maar deze hou ik denk ik nog wel. Ik hou ook wel echt van berry kleuren en donker paarse kleuren, zoals deze van Maybelline. Overigens zijn dit hele fijne lipstick-achtige dingen of lipgloss-achtige dingen. Het heeft een vloeibare textuur, heel gepigmenteerd. Gewoon echt super comfortabel om te dragen. Limited Edition MAC Lip Gloss. Ik weet niet meer zo goed wat ik van deze, de Body Shop Sit Me Amaryllis Liquid Lipstick vind. Oh, die is wel mooi. Die moet ik een keer gaan dragen. Wauw. Donkerbruin hou ik van. Paars hou ik van. Paris Peony van de Body Shop. Eens even kijken. Oh, die is ook mooi. Ik weet niet, dat draag ik dan toch... Ja, dit is meer echt knalrood. En dit is echt ja, een beetje koraal. Deze doe ik dus wel weg. En deze hou ik. Oh. Deze doet me een beetje denken aan die ene knalroze lipstick van MAC. Waarvan ik de naam altijd vergeet. Volgens mij droeg Jill die altijd heel vaak. Hij is alleen wel heel glanzend. Maar I like it. Leuk een feestje of zo. Deze bewaar ik om een of andere reden altijd voor Halloween of zo. Of ja... Ik denk altijd, ja, het komt wel bij een gekke gelegenheid van pas. Een beetje donker paars, maar hij is niet heel gepigmenteerd. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Die gaat in de twijfel. En als je denkt, wat heb je allemaal producten die je nog nooit hebt geprobeerd? Ik krijg dus echt best wel vaak producten opgestuurd waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ja, zoals je ziet heb ik best wel veel. En dan kom ik niet overal aan toe om dat te proberen. Deze herinner ik echt nog van het begin dat ik ooit met een Instagram feed begon. En toen ik nog net begon met mijn blog en mijn YouTube. Ik pak hem nooit. Maar als ik hem zo swatch vind ik hem er echt wel heel mooi uitzien. Dus ik hou hem denk ik toch nog wel eventjes. Sleek Matte Me in Fandango Purple. Waarom heb ik zoveel kleuren die ik zo weinig draag? Ik vind het ook echt leuk dat ik nu weer dingen herontdek. Deze vind ik ook echt weer heel erg mooi. Dit is eigenlijk ook een nude. Nude. En, hoe cool is deze? Je kan het niet eens normaal lezen wat erop staat. Dit is ook zo'n Vivid Hot Lekker van Maybelline. En dit is in de kleur Slay It. Oké. Ja, deze ga ik echt een keer dragen. Love it. Oh, en dan heb ik hier nog een lip liner van de Action liggen. Maar die moest volgens mij om veiligheidsredenen terug. Dus die heb ik niet meer gedragen. Dus die kan weg. Zo, nu het kleur bovenop, want die draag ik het meest. En hiervoor in mijn lip liner. Zijn past wonderbaar. Ik weet alleen niet of het gaat schuiven. Ik heb wel anti-slipmatjes in mijn la, die zijn ook van de IKEA. Maar dat merken we vanzelf wel. Oh, ik zit alles ook onder te smeren. Dan gaan we door naar de staande lipsticks. En deze van Alima Pure, ik weet niet. Ik vind hem heel fijn of zo. En ook omdat hij helemaal verantwoord en alles is, maar ik draag hem nooit. Dus die gaan weg. Deze van de Body Shop vind ik echt een beetje een dupe van Velvet Teddy of zo. En dit is de kleur Sienna Rose. En het is dus een matte lipstick. De swatch is niet heel denderend hoor, deze. Maar als je hem draagt is hij wel heel erg mooi. Dus die wil ik houden. Ja, Natural Beauty van Essence was dus echt een paar jaar geleden mijn favoriete lipstick. Maar ik draag hem eigenlijk nooit meer. Die gaat in de twijfelbak en de dubbele gaat weg. Dit is een lipstick van Rimmel in de kleur 700 Better and Brighter. Die ik best wel vaak heb gedragen. En als ik hem ook in video's draag, krijg ik er heel veel vragen over. Omdat dit een nude lipstick is met een glansje. Dit is de onderste swatch. Love it. Ik hou hem. Deze van Essence zijn ook heel mooi. Volgens mij zijn deze nu uit het assortiment. Come Naturally en Cool Nude. Maar ik pak ze nooit. Ik weet niet. Ze blijven gewoon niet heel lang zitten op de lippen. En deze van Yves Rocher. Wat moet je ermee? Die ziet er wel mooi uit. Maar ik heb heel veel nudes. En die pak ik toch niet. En dit is een roze die heel slecht gepigmenteerd is. Dus die gaat weg. Oh, dit is wel een glanzende nude. Oh, dat is wel mooi. Oké, nou, ik hem wel. Dan gaan we door naar de iets opvallendere kleurtjes. En dit zijn de echte berry kleurtjes. Dus hier heb je bijvoorbeeld een rood van de Body Shop. Heel mooi. Een beetje een oranje... Oranje-rood. Dit is de kleur Havana Red Matte. Of ik weet niet of matte nog bij de naam hoort. Of dat het gewoon een type is. Maar dan hebben we hier ook weer een rode van de Body Shop. Die is wel echt iets meer
echt rood, zeg maar. Zie je het verschil? Ziet er ook heel mooi uit. New Orleans Scarlet. Matte staat er ook weer achter. Dus matte is gewoon dat het een matte lipstick is. Nou, goh. Wow, deze van de Body Shop heb ik nog nooit opengemaakt. Wat erg. Oh, deze van L'Oreal. Ik weet nog dat het heel moeilijk was om een berry-achtige lipstick te kopen. En ik wilde het helemaal, omdat ze wel het oog had. Toen vond ik deze. Hoe is het ooit in deze lipstick vorm zo vies geworden? Ga ik dat eigenlijk nog weg kunnen halen? Oké. Deze nog. Purple Haze van de Ethos moet ik nog uitproberen. Kijk hoe heftig. Heel mooi dat hier ook Ethos in staat. Ja. Oké, nee, ja. Deze, nee. Ja, ik niet. Paars. Zie ik mezelf al met knalpaars? Laten we realistisch blijven, nee. Deze is wel heel mooi. Deze is van Catrice Plum & Base. Dat is meer berry paars. Dat vind ik dan wel weer leuk. Vind ik deze echt het allermooist. En dat is dus trouwens Smoky Rose. Ik denk dat ik het maar even van mijn arm af ga halen, lol. Oké, laten we eerlijk zijn. Het gaat natuurlijk helemaal fout. Oh nee, waar ben ik aan begonnen? Oké, tijd om mijn lipsticks in te delen. Wow, ik heb er echt veel weg gedaan. Dat zal ik straks eventjes filmen. Maar dus, het eerste boekje wil ik weer met nudes. Ziet er echt wel rommeliger uit dan op merk gesorteerd. Maar het is gewoon veel overzichtelijker. Dus ja. Hier de lipsticks die ik hou. En net zaten dus alle drie de houders vol. Deze hou ik natuurlijk ook, zoals jullie konden zien. En deze doe ik weg. En heb ik hier nog een paar twijfelproductjes in zitten. Dus best wel veel dingen die ik weg doe, vind ik zelf. Ja, ik ga het wel verspreid ook over drie houders houden. Dit is hem, jongens. De eerste laag. Door naar de tweede met mijn gezichtsbezorging en mijn foundations en mijn concealers. En deze la kijk ik altijd het meest naar uit om het op te ruimen. Omdat ik er twee keer per dag in zit. 'S ochtends en 's avonds. En ik zie dus heel vaak wat voor troep het is. Wow, ik wist helemaal niet dat ik deze ook nog had. Oké. Micellair water. Dat gebruik ik. Setting spray is op. Dus ik dacht, misschien kan ik hier rozenwater in doen. Maar dat heb ik al in deze gedaan. Overigens is die van de Body Shop heel erg fijn als setting spray. En die van de Ethos ook. Maar goed, deze op. Dus die kan weg. Hier zit rozenwater nu in. Ook fijn als setting spray. Dus die hou ik. Oh jongens, als jullie mijn skincare routine nog niet hebben gezien. Of mijn video ook van puistjes ben afgekomen. Dit is echt een wondermiddel. Dan primer wat van de Ethos ook heel erg fijn. De Ethos dagcreme gebruik ik. Hey, lippenbalsem. Die moet in de bovenste laag. Producten die vorig jaar in de Body Shop Advent Calendar zaten. Die is volgens mij op. Heel fijn. Oils of Life Facial Oil. Deze heb ik ook wel veel gebruikt. 12 maanden kan je hem open houden. Dus hij is nog goed als het goed is. Deze ga ik nog wel eventjes gebruiken. Deze is over de datum. Oogcreme van de Body Shop. Was overigens ook niet heel erg fijner. Deze gezichtsolie gebruik ik ook weer in mijn skincare routine. Heel fijn. En dan zijn we denk ik vooral bij de make-up beland nu. En make-up remover. Ik heb dus twee van die... Ja, hoe zeg je dat? Cleansing milks inderdaad. Maar ik gebruik micellair water. Dus deze kunnen eventjes naar de badkamer. Als backup. Jeez, wat hebben we hier? De foundation die ik op het moment gebruik. True Match van L'Oreal. Deze is volgens mij veel te donker voor mij. En ik ga ook echt niet meer bruin worden nu. Nee, dus dat kan gewoon weg. Daar kan ik iemand anders blij mee maken die wel donkerder is qua huid. Concealer waar nog in zit. Hier liggen waarschijnlijk heel veel concealers tussen waar niks meer in zit. Collection concealer. Oh, ik ben zo blij. Een vriendin van me, Bernadette, heeft deze meegenomen uit Londen. Fijnste concealer ooit. Dus die hou ik natuurlijk. Even een hardcore crème concealer. Deze is van Catrice. Heel fijn voor als je echt hele extreme onzuiverheid hebt. Die ik gelukkig niet meer heel vaak heb.
Deze is ook te donker. Ik zie heel veel donkere foundations. Ik denk dat ik gewoon iets aan mijn moeder hiervan ga geven. Of aan mijn zus of zo. Ja, zoals vrij. Ik ben veel te bleek hiervoor. En ja, zij zijn dus wel bruiner. Want ik weet ook niet waardoor het komt. Nog concealer. En deze volgens mij ook op. Zo goed als. Ja, er komt echt bijna niks meer uit. En die kleur is ook te licht. Concealer, correctie, kleuren, palet, ding. Nee, ik ben weg. En dit gebruik ik heel af en toe nog. Als ik een foundation donkerder wil maken, zodat ik ermee kan contouren. Dus deze hou ik nog wel. En mocht ik dus toch op wonderbaarlijke wijze bruin worden, dan kan ik hier met mijn foundation ook wat donkerder maken. Zo, dat scheelt. Holy. Ik ga echt een keer deze bestekbakken in de vaatwasser doen hoor, jongens. Maar ik heb hier nog een Nivea Soft die er echt pittig op uitziet. En die is ook best wel lang open, dus die gaat weg. En blijkbaar heb ik dus ook nog de Nivea Aftershave Balm in Sensitive. Die iedereen vorig jaar of zo gebruikte als primer. Dat heb ik dus al heel lang niet gedaan. Dat ga ik binnenkort weer doen. Laten we hem weer indelen. Want make-up remover op zou ik ook. Dus dan is dit alles wat in de la blijft. Leg ik dit ernaast. En dit hou ik zo. Oh, ik ben zo blij met deze laag. Dan gaan we door naar weer de volgende. En mijn poeders. En deze is ook weer compleet chaos. Had ook niet anders gekund. Ik heb hier dus gezichtspoeder, bronzer, blush, highlighter en dat was het wel zo'n beetje. Paletten, single producten. En ik heb gewoon geen fijnere manier gevonden om dit op te slaan, zeg maar. Of in te delen. Dus ik heb het gewoon los in mijn la liggen. Vind ik prima werken. Het was alleen een beetje veel geworden. En chaotisch. En tijd om dingen weg te doen. Zoals deze highlighter van AliExpress. Die ik heb getest in hebben of haten. Maar ik gebruik hem toch nooit. En ik vind het een beetje eng. Omdat hij dus van AliExpress is. Dus deze gaan we gewoon helemaal weg doen. Net als, er was nog iets. Oh ja, de liquid highlighter, ook van AliExpress. Dit product was ook gewoon echt slecht. Dus die gaat ook weg. Maar die gaat ook weg. Die gebruik ik namelijk nooit. Deze van de Action wel, ook als die helemaal versleten. Oh, ik wil hem niet openklikken met mijn nagel, want ik heb ze gelakt. Heel mooi, maar ja, ik pak hem nooit. Dus nee. Dit palet van Maybelline. Heel blij dat ik deze opgestuurd heb gekregen. Het ziet er ook prachtig uit. Maar zelfs de highlighter is te donker voor me. Nou, trouwens. Ja, nee, wacht. De bronzer is ook te donker. Gaat niet werken. Sleek palet. Dat moet ik echt weer vaker gaan gebruiken. Want dit was toen echt de tijd mijn favoriet. Deze Elf highlighter hoor ik heel veel mensen altijd hyped over. Maar ik weet niet. Bij mij geeft die echt niet zoveel glans of zo. Dus die doe ik weg. Limited Edition Essence highlighter. Is wel heel mooi. Die ga ik denk ik wel gebruiken. Dit W7 palet Hollywood Bronze and Glow. Kijk, de bronzers. Helemaal gebroken wilde ik zeggen. En de helft valt er gelijk uit. Nou ja, heel fijn. Ik moet er echt een nieuw van kopen. Maar ik hou hem nu nog wel. Ik ga er gewoon alleen niet meer mee reizen. Een highlighter van Alima Pure. Heel erg mooi en shiny ook. Hou ik. Los poeder is altijd goed. Cream contour en cream highlight. Ik gebruik hier alleen de contourkleur van, maar die hou ik dus wel. Deze blush. Ik gedraag niet zo vaak blush, maar als ik hem draag vind ik deze wel mooi. Van Makeup Revolution. Dit palet van Rimmel heb ik een tijd echt als favoriet gehad, maar ik pak hem nu eigenlijk nooit meer. MAC Soft & Gentle. Ik weet niet of iemand hem ooit weg heeft gedaan, maar volgens mij is dit van iedereen een favoriet en ook van mij. NARS Albatross. Heel erg mooi. Dit is het duurste make-up product wat ik heb. Hele mooie highlighter. Het is wel heel goud. Maar ja, gewoon heel aanwezig ook. En daar hou ik wel van. Ethos contourpoeder is heel erg fijn. MAC Pinch Me heet die volgens mij. Ja, die is ook heel erg mooi. Een uit elkaar gevallen contourstick. Maar deze is wel heel erg fijn. Ziet er echt heel vies en secuur uit. Maar ik gebruik hem wel gewoon. Dit is een hele mooie vloeibare highlighter van Maybelline dus. En dan hebben we hier nog Lightscapade van MAC, ook een highlighter.
noem het eigenlijk een mineralized skin finish. Maar dit is gewoon een eyeliner. Deze bronzer gebruik ik nooit van Makeup Revolution. Dus die doe ik weg. Illuminating drops van de Body Shop kan je foundation iets meer glowy van maken. Maar je kan hem ook als liquid highlighter gebruiken. Sleek Rose Gold is heel mooi. En in de herfst en winter draag ik wel weer wat vaker blush. Dus dat gaat vast helemaal goed komen. Dit van de Primark is ook heel erg mooi. Mary Berry van Essence Limited Edition ziet er ook heel goed uit. Die ga ik ook wel weer een keer gebruiken. Hierin zit een mooie highlighter, joh. Dit is een palet van Maybelline. En deze blush vind ik ook heel mooi. Deze twee gebruik ik eigenlijk niet, maar goed. En dan hebben we nog een palet van Elf die ik weer even met mijn pincet open ga maken. En het zijn bronzy kleurtjes, maar ik gebruik hem nooit. Want alleen de ondertoon van deze is goed, maar hij is te donker. Of ik ben te wit, dat kan ook. Maar dit is wat ik allemaal hou. En dit is wat ik allemaal weg doe. Best wel veel. Volgens mij heb ik niks in de twijfeltas gedaan. Nee. Altijd weer de vraag hoe ik het in de la in ga delen. Ik denk dat ik gewoon veel gebruikte producten bij elkaar leg. Nou, het past ook nog, jongens. En last but not least, de vierde la van mijn ladenkast. En dat is de la met producten voor het oog. Dus mascara, wenkbrauwproducten, oogschaduw, kimperfillers, dat soort dingen. Oké, ik had denk ik haast dat ik deze mascara er zo op ingesloten. Maar hier heb ik er twee van. Nou, ik bewaar ze allebei eventjes voor de zekerheid. Maybelline en L'Oreal mascara's. Maar die heb ik dus opgestuurd gekregen, super lief. Deze gebruik ik eigenlijk nooit, zo'n mascara met twee stappen. Maar ja, weet niet. Iets te veel moeite of zo. Deze gebruik ik eigenlijk ook niet. Hij is wel heel erg fijn. En ik heb ook de zwarte versie ervan. Maar ja, ik dacht leuk voor festivals of feestjes. Maar in de praktijk gebruik ik het eigenlijk niet. Deze twee zijn echt heel erg oud. Echt niet meer goed. Een blauw oogpotlood zie ik me dan weer wel wat sneller gebruiken. Gewoon voor mijn onderste randje of zo. Basic zwart oogpotlood. Dan heb ik hier nog een eyeliner. Die is ook gewoon nog goed. Deze heb ik laatst nog gebruikt. Dit is een product van de Body Shop. En het is heel erg mooi goud en shimmery. Nou, je ziet het op mijn hand bijna niet. Maar dit kan je dus als oogschaduw gebruiken. Of als bijvoorbeeld een lijntje ook onder of boven je oog. Deze gebruik ik eigenlijk niet. Het is een eyeliner van Rimmel, maar ik vind het puntje net iets te groot. En ik ben al niet zo'n held met eyeliner. Deze wimperkruller, wow, yo, die heeft echt zijn beste tijd wel gehad. Kijk hoe vies het er ook uitziet. Oogschaduwpaletten. Een quattro van de Body Shop met bruin tinten. Nou, dat is altijd wel handig. Deze is ook heel mooi en natuurlijk met bruin tinten. Dit palet, jawel, van AliExpress. Maar toch vind ik hem wel fijn. Er zitten echt wel gepigmenteerde kleuren tussen. Voor poeders vind ik het toch iets minder eng om te gebruiken dan vloeibare producten of zo. Deze van Makeup Revolution gebruik ik eigenlijk niet. Deze is wel mooi hoor, maar ik denk dat mijn moeder hier heel blij van wordt. Dan heb ik nog dit palet, wat ik echt eigenlijk dit najaar wel moet gaan gebruiken. Want het zijn mega gepigmenteerde kleuren. En dit is een palet van Vera Valenti, wat ik ooit in een glossy box heb ontvangen. Heel erg lang geleden. Ik denk dat ik de witte zelf hou. Dit zijn paletten van Makeup Revolution. Ik denk dat ik de witte zelf hou en de zwarte aan mijn moeder geef. Want dit is toch net wat donkerder. En dat pak ik net wat minder snel. En dan heb ik hier voornamelijk wenkbrauwproducten in. Mijn Catrice wenkbrauwsetje die ik heel fijn vind. Anastasia Dip Brow Pomade die ik inmiddels weer gebruik. Product van Floor Mar, maar echt joh, die donkerrood. Moet ik echt gaan gebruiken dit najaar. Zo mooi. Wenkbrauwproduct van Rimmel. En deze is ook heel erg fijn. Ik zal hem eventjes open doen. Deze kant gebruik ik vooral. Nog een Catrice wenkbrauwsetje die helemaal uit elkaar is gevallen. Hele mooie ijzige kleur voor als je een heftige inner corner highlight wil of iets dergelijks. Dan de bovenkant van een puntslijper. Maar ik weet dus niet waar de puntslijper zelf is. Zo vervelend. En nog een klein spiegeltje van Gucci of zo. Binnenkort ga ik het echt in de vaatwasser doen. Ik word helemaal naar als ik al die vlekken zie.
Maar ik heb nu gewoon even tijd voor. En dan lijkt het erop alsof het toch wel een beetje klaar is. De bovenste la met mijn lippenlucht. De tweede la met mijn skincare en concealer, primer, foundation, setting spray, dat soort dingetjes. De poederla waar alles wonderbaarlijk genoeg naast elkaar in past. Alleen hier achter gaat het helemaal goed volgens mij. Oké, nee, op één product na past het naast elkaar. Beetje jammer weer. En dan gaan we door naar de lader onder met mijn oogproducten. En ook deze is weer helemaal netjes en opnieuw ingedeeld. Super blij mee. Heel veel producten herontdekt. Maar kijk even naar de producten die ik wegdoe. Voor het filmen pakte ik deze doos. En toen dacht ik, nou, dat gaat wel heel groot zijn om allemaal spullen weg te doen. Maar hij zit gewoon vol. Hij pijlt zelfs een beetje uit. Dit product van Vaseline ga ik ook wegdoen, want hij was heel fijn en verzorgend. Maar ik vind producten uit zo'n potje gewoon niet zo fijn werken. En wat heb ik hier nog meer? Ga ik Cooper Rose wegdoen? Even zwart hoor, klopt dat wel? Oh ja, die vond ik niet zo gepigmenteerd. Nee, oké. Nee, die doe ik ook weg. Ik hoop dat deze swatches ooit nog weggaan, maar goed. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou je me daar heel erg blij mee maken. Laat zeker ook in de reacties weten wat je van deze video vond. En hopelijk zie ik je snel terug op mijn kanaal. Doei doei!